Goedemiddag, Otto Grevink hier. Ik heb schokkend nieuws hier vanaf Heidepark. Heidepark is het seminarie en tegelijkertijd ook het zorghotel van onze kerk. Dat is afgelopen vrijdag geopend. Je kunt het hier zien, er liggen inmiddels ook al hele mooie asfaltpaden. Dat is nog een heel verhaal. Maar daar gaat het nou niet over, want ik vind iets anders veel belangrijker. Namelijk, de bel komt niet terug. De klok komt niet terug. Nee, alles wat altijd gezegd is over die bel, dat die terug zou komen, die komt niet terug. En die klok, daar luiden we altijd, die luiden we altijd vlak voordat de kapel gebruikt werd voor een viering. En dat was dus niet allereerst een goede herinnering. Maar ik denk ook belangrijk voor de toekomst. Het kan toch niet zo zijn dat in een kerk van de toekomst de klok niet meer geluid wordt. Dat moeten we toch blijven doen. Dus ik werp mij nu op als klokkenluider. Ik heb vanmorgen begrepen van de opperbouwmeester dat de klok niet meer terugkomt. Ik heb gezegd dat kan een revolte betekenen onder theologen en studenten. Hij zei dat vind ik goed. Nou, dan kan hij het krijgen ook. We gaan toch niet zomaar laten gebeuren dat de klok niet meer terugkomt. Dus ik werp mij op als klokkenluider. Als je het ermee eens bent, dan stel ik voor dat je dit bericht liked of dat je hier een reactie onder pleegt. En dan maken we daar één grote online petitie van. De bel moet terug. De bel moet geluid worden. Nou heb ik begrepen dat er een aantal mensen zijn die bang zijn dat wij de mensen van het Roosevelthuis, dat wij die wakker maken s'nachts als ze s'nachts aan de bel gaan trekken. Dat doen we natuurlijk niet. Maar daarom heb ik wel een voorstel om dat te behoeden. Kijk, hiervoor is een vijver. In die vijver zit nog geen water. Ik heb hem de Petrusvijver gedoopt, omdat zoals je kan zien, Je kunt er doorheen lopen in plaats van er overheen. Dus in die vijver zouden we heel goed die bel kunnen neerzetten met die grote betonnen constructie eromheen, weet je nog. En dan kan niemand hem dan meer luiden. Tenminste, niet letterlijk. Maar dan blijft hij wel symbool staan voor het klokkenluiden van de kerk. Want we kunnen toch niet de kerk van de toekomst zijn zonder klok te luiden. Zonder te laten zien waar we kerk van de toekomst voor willen zijn. Dus daarom deze online oproep via deze vlog. De bel moet terug. Teken je hem, steun je hem, dan hoor ik het heel graag. Dank je wel.